Dit zijn bijvoorbeeld de eieren geschilderd met ecoline. Die droog ik boven het boven open vuur. Dat gaat dan heel snel en dan, dan krijg je die mooie beweging in de ecoline, waardoor je die mooie kleuren krijgt. Deze kant, die u aan die kant ziet, dat zijn eieren geschilderd met acrylverf. Ik breek de eieren open met een pincet. Elke keer kleine stukjes eruit, tot er een mooie opening ontstaat. En de grote eieren gaan met een tang. En aan de hand van de opening maak ik een schildering. Die pas ik erbij aan. Het dikke in de verf dat u ziet, dat is zand. Dan krijg je een mooie structuurverf. De standaardjes waar de eieren op rusten of tegenaan liggen, die maak ik passend voor de eieren erbij. Ik gebruik kwartaleitjes, heel klein. Die ziet u bijvoorbeeld daar, dat kleine eitje. Daarachter die grote, dat is een nandoe-ei. Dit is een eende-ei. Dit zijn ganzen-eieren. Dit zijn ganzen-eieren. Dit is een kippen-eitje. Dat is een eende-ei. Dan heb ik hier nog een eende-eitje. Dat is een lichtgroen eitje. Die grote hier zijn ganzen-eieren en de kleinere ecoline-eitjes zijn kippen-eieren. Deze beurs doen we nu 5 jaar. Even 5 jaar. We hebben hier, daarvoor hebben we 2 jaar in Oosterbeek gezeten. Bij Van der Valk. Maar dat beviel toch niet. Dat was eigenlijk te klein. En de opzet was eigenlijk naar de situatie terug te gaan die we vroeger hadden hiernaast. We hebben dus uiteraard, wat ik graag wil vertellen, is een stichting tot behoud van volkskunst op Eieren. Daarmee proberen we dus eigenlijk, zeg maar, het erfgoed van de eieren hier te behouden in Nederland. In Duitsland leeft het eigenlijk veel meer. Je hebt in Duitsland dus diverse exposities. Het zijn allemaal hobbyisten. Er is op geen enkele manier professioneel werk bij. Maar allemaal liefhebbers die dus eigenlijk de kunst tot uiting brengen van hetgeen wat ze dus zien in de omgeving. Vaak zit er ook een thema aan vast. Er zijn mensen die dus iets uit Indonesië doen. Er zijn mensen die iets uit Egypte doen. Er zijn mensen die dus iets uit de oude meesters, de oude kunstenaars. En daarom trekken ze dan hun ideeën. Het is dus gemaakt van een echt ei. De hals is opgebouwd uit zelfhardende klei. Dat is gelijk een fotoalbum. In elk vakje kunnen 2 foto's. Dit ei is €145. Maar dat komt ook. De stenen zijn duur en de parels zijn duur. Het is voor mij een hobby. En er staat geen timer bij. Ja, maar ik zal even laten zien. We hebben alle eieren een leuk item. Dit kan draaien. Alsof het vlindertje vliegt. En hier, dit is een namaak Fabergé. In dat ei hoort dit hart. In elk medaillon zit een portret van de familie van de tsaren. Ja, dat is het ganse ei. Mijn naam is Els Visser. En ik vind de vorm van een ei zo bijzonder mooi. Eigenlijk ben ik keramiste. Om zelf een ei te vormen, dat is ongelooflijk moeilijk. Dus de natuur biedt dat in de vorm van een vogeleitje tot aan een struisvogel. En dan heb ik dus de motieven, dier, planten en rijm. Dan heb ik daarnaast Afrikaanse motieven. Ik kom niet aan de motieven, maar ik probeer daar een hele mooie compositie van te maken. Aboriginal, schilderijen vertaal ik op een ei. Dan heb je dus Afrikaans eieren, Afrika by night. Bijvoorbeeld deze. Dit zijn dus de dames die naar de markt gaan. Wat ik een heel bijzonder mooi ei vind.
En dan gebruik ik dus ook veel spreuken en versjes op de eieren. Ik heb hier allemaal eieren die zijn gedecoreerd met ornamentjes van gespleten stro. En dat zijn ornamenten die werden vroeger in de Aargauische strohoedenindustrie in Zwitserland gemaakt. Om de strohoeden die men maakte daarmee te decoreren. Het was veel vrouwen- en kinderarbeid. Kinderen vanaf 8 jaar waren ook al verplicht om in ieder geval strodraadjes en dergelijke te maken. Die industrie verdwijnt, is helemaal verdwenen. Maar toch worden hier en daar nog wel weer dergelijke ornamentjes gemaakt. Ik heb dat in 1992 geleerd. En nadat ik een paar jaar flink geoefend had, vond ik het erg leuk om daarmee naar buiten te komen en het op eieren te plakken. Ik begin om te kijken waar ik een mooi stuk hout kan vinden. Dat kan zowel nationaal als internationaal hout zijn. En van daaruit ga ik dus profileren in hout. Op deze beurs sta ik dus alleen met eieren. In ongeveer 40 verschillende houtsoorten, houtkleuren. En in de eivorm. Om de mensen te laten zien hoe mooi de natuur van binnen in een boom ook is. En dat wordt gewaardeerd. Ik doe dit dus op een houtdraaibank. En de vorm van het ei zit in mijn hoofd. Zodat je dus alle eieren die op tafel staan nooit twee dezelfde zijn. Al nagelang de structuur van het hout wordt die wat breder of wat langer. Maar dat doet in de natuur, doen de vogels dat ook. Ik ben 30 jaar bezig, klein 30 jaar, met alleen eieren op eieren tentoonstelling. En de leeftijd begint mee te spreken. We hebben besloten om de eierenbeurzen voorlopig even aan de kant te zetten. Waarschijnlijk al helemaal. Maar het vak hout draaien, dat hoop ik nog een aantal jaren door te kunnen doen. Want het is en blijft een vak.